deze video een like binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Oké, ik hoop dat het je is gelukt. Vandaag in de Let's Play Wednesday ga ik een spel spelen op Roblox genaamd The Celebrity Story. Dat is dus een verhaal waarin ik ga proberen om beroemd te worden. Tenminste, zoiets had ik begrepen. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar, want het lijkt me geweldig. Dus we gaan er meteen mee beginnen. Oh, we staan op de rode loper. Oh, dit is echt heel erg leuk. Wauw, wat is dit? Een soort van première voor een film of zo. Oké, geweldig. Celebrity Story. Nou, ik ben zo ontzettend benieuwd naar wat ons te wachten staat, jongens. Oh, daar zijn al mijn fans. Oh, die zwaaien ons toe. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Geweldig. En dan moet ik nu even gaan kiezen welke ingang ik ga. Yay! Woe! Oh, jeetje, oh, jeetje. Wat is dit? Oh, waarom zie ik er zo klein uit? Ik ben een soort van inimini-mila. Nou, heel schattig. Hoezo heeft iedereen een knuppel? Dat is... Nee, nee, niet weer zoiets, hè? Oké, Balletti zegt... Oh, ik kan niet geloven dat de zomer hier eindelijk is. Ja, dat is wel leuk. En Omewink zegt... Oh, dan kunnen we vanavond naar het concert gaan en dan kunnen we Selena ontmoeten. Oh, dat is leuk. Ik zeg, we moeten stiekem het podium opgaan. Oeh, dat is een goed idee, Jamila. La, 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 la. Dan kunnen we net zo beroemd zijn als zij. Ja, want dat gebeurt, hè. Je gaat 1 keer het podium op en pff, je bent beroemd. Oh, hallo kinderen. Kijk eens eventjes naar hoe ontzettend mooi het is buiten. Ja, mama. We hebben ogen. Kunnen jullie alsjeblieft gewoon eventjes een paar bloemetjes plukken voor mij? Uit jouw eigen tuin. Oh, dat mocht ik nooit hoor, van mijn moeder. Maar ja, is goed. Is goed. Ik ga alvast eventjes naar de bloemen toe. Hier, hier is er eentje. Oh, never mind. Oh, hier is er eentje. Oké, pak hem. En er is er ook eentje in het goal. Yes! Oh, we hebben daar nog meer. Oh, wat geweldig. Jongens, we zijn wel lekker bezig met al die bloemetjes aan het plukken. Hoeveel? Oh, we hebben er nu 10. Oké, mama. We hebben ze allemaal geplukt. Yay! Geweldig, kinderen. Heel erg bedankt voor de bloemen. Alsjeblieft. Nou, jongens, zegt Pretty Girl One. Hoe gaan we vanavond dan heel stiekem het podium op? Zegt moeder. Zijn jullie niet iets vergeten? Nee, toch? Of wel? Dat is een beetje het punt van vergeten, dat je niet meer weet. Zomerschool begint morgen! Nee! Oh my goodness! Ze zegt, niemand gaat vanavond ergens naartoe. Ja, maar dat gaan we dus wel eventjes doen, hè man? Ja, ja. Jongens, we moeten echt absoluut en zeker naar het concert gaan. Ja, dat vind ik ook. Helemaal mee eens. Ik heb een idee, zegt nou damn 223. En dan begint Lea ineens te praten. We nemen gewoon eventjes de auto van mama. En dan moeten we wel weer terug zijn voordat zij het opmerkt. Oh, een pretty girl zegt, ja, laten we dat doen. Oké, nou, ik vind het wel knap. Iedereen kan gewoon elkaars gedachten lezen. Woe! Oké, het is nacht, het is nacht. Wauw, gelukkig hoeven we dus niet weer in onze slaapkamer te slapen. Net zoals elk andere story. Oh, jeetje. Oh, dat ziet er wel geweldig uit. Het ziet eruit als een heel erg leuke story. We moeten gewoon eventjes hier zo naar deze vent toe. Maar je moet niet vallen. Vent? Oh ja, niet echt een vent. Hoe heet dat eigenlijk? Een Nederlandse vent. Daar moeten we niet naartoe. Oh, wow. Yo. Het beeld die liep ineens even een beetje vast. Maar no worries. We kunnen gewoon eventjes hier overheen. Ja, ik denk dat we dus niet moeten vallen, jongens. Is iedereen er? Hups, oké. Kom op allemaal. Ja, wat doen jullie het goed. Dan moeten we nu gaan springen. Oh, jeetje. Oh, zit ik lekker vrolijk op anderen te wachten? Had ik gewoon mijn tijd hier aan kunnen besteden. Oké. Nou, we kunnen er niet in. Nou, dan wachten we nog eventjes. Oh ja, ik weet het. Het is een luchtsluis. Nou, bij deze. Eindelijk, binnen de tijd. Ik denk dat we nu in de VIP-lounge zijn. Wow, dus je gaat gewoon via de vent, oftewel de luchtsluis, naar binnen. En dan ben je ineens in de VIP-lounge. Nou, dat is geweldig. Dat is wel echt een vibe. Ik haal ook even mijn knuppel erbij voor de zekerheid. Wow, kijk! Ik heb gewoon de toegang gevonden tot het podium. Ja, Jamila, nou, ik ben trots op je. Hey, jongens, jullie mogen hier niet zijn, zegt de manager. Jawel hoor, manager. We zijn zeker uitgenodigd. Oh nee, hij roept security erbij. Nee! Moeten we nu security gaan slaan? Ja, blijkbaar dus. Of misschien ook niet. Misschien moet ik gewoon eventjes wegblijven van ze. Oh nee, ja, we moeten ze wel echt even knuppelen. Oh, nou ja zeg. Dit is echt niet goed hoor. Zij doen ook maar gewoon hun baan, jongens. Wat is dit nou? Oh, maar we kunnen wel lekker naar het podium, dus let's go. Wee! We willen heel graag beroemd zijn en we doden iedereen in ons pad. Wow! Oh, dit podium ziet er zo gaaf uit. Oh, we moeten dansen. Dans, 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 dans. Nou, ik ben hier zo hoor trouwens, jongens. Kunnen jullie me zien? Ik ben hier rechtsachter, zo, voor deze rode paal. Wee! Hup, sakai. Ik weet niet hoe ik moet dansen. Hoe moet ik dat doen? Wacht, ik moet even naar de camera zwaaien. Hallo iedereen, ik ben Jamila. Ik ben een YouTuber en ik hou echt van Roblox. Onthoud mijn naam. Ik wil heel graag beroemd zijn. Ah, nou, ik denk dat ik wel echt een heel erg goed optreden heb gegeven. Ik ben sowieso een celebrity. Oh jeetje, ik zit in de vloer. Oké, nou, ik ben er weer. Dat was echt geweldig. Ik kan het niet geloven dat we dat zojuist hebben gedaan, zegt Balletti. Nee, Bolette hier ook niet. Oh, superleuk. En mama die gaat er vast niet achter komen dat we op wereldwijde tv zijn, toch? Oké, gaan we nu onze fans ontmoeten? Superleuk. Kunnen we misschien door deze deur heen? Oh, we kunnen... Oh. Maar de knop is ook echt gewoon klikbaar. Oh, Selena is er. Wat zijn jullie aan het doen bij mijn show? Selena, we zijn gigafans. Tenminste, dat zeg ik dan. Dat zegt... Oh my god, Selena, het spijt ons. We wilden het echt niet doen, hoor. We wilden echt niks fouts doen. Dat was een leugen. We wisten heus wel dat we iets fout aan het doen waren. Maak je geen zorgen. Je hoeft geen spijt te hebben. Jullie waren geweldig. Oh, nou super dat ze gewoon ons optreden zo leuk vond. Eigenlijk wil ik heel erg graag dat jullie met mij meegaan naar mijn volgende show. Wow, oké. Selena, I love her. Oké. En de manager die is er ineens. Oh, nou vindt hij het allemaal wel weer leuk, hoor. We moeten wel eventjes eten voordat we gaan reizen. Wat willen jullie? Oh, een hamburger, een hotdog, een sandwich of een pizza. Wat zit er op die sandwich? Een octopus? Ja, dat wil ik. Nou, ik heb gestemd. Geef mij alsjeblieft maar even een sandwich. Oké, zegt hij. Het ziet er naar uit dat de cheeseburger heeft gewonnen. Huh? Ik dacht dat er een hamburger win zat. Nou, oké. Weet je, als ik wist dat het een cheeseburger was, had ik daar ook op gestemd. Maar maakt niet uit. Ik krijg ze wel. Toch? Geef maar. Waar is die? Cheeseburgers, waar zijn ze? Oh, hier zijn ze. Oh, heerlijk, jongens. Oeh, wow. We zitten nu gewoon op een cruiseschip. Of nee, meer een jacht volgens mij. Ja, dus ze zegt er... Welkom op mijn privéjacht, jongens. Oh, Selena. Kijk maar gewoon eventjes rond. En zorg ervoor dat je het gewoon naar je zin hebt. Oké, is goed. Ik doe wel net alsof ik thuis ben. Want ik woon altijd op een jacht. Oh my goodness, dit is echt geweldig. Wauw. Is dit hoe het is om beroemd te zijn? Oké, bij deze wil ik ook officieel beroemd zijn. Er is niet zo heel erg veel te zien op deze kamer. Nou, weet je wat? Dan gaan we even naar beneden. Hallo, Selena, heb je maar 10 seconden gegeven om eventjes te kijken? Nou, kom op allemaal. Laten we gaan dansen. Oké, vooruit. Omdat zij het wil. Yay, we staan hier zo op de dansvloer. Woehoe. We gaan nu dansen. Oké, wacht. Misschien moet ik even naar de chat gaan. En dan zeg ik... U-I dance. Yay! Kijk mij nou eens even gaan. Ik ben aan het dansen. Selena, ik ben de enige die aan... Oh nee, dat is niet waar. Zij danst ook. Oké, vooruit. Heel goed. Wee, wee, wee. Oh nee! Wat gebeurt er? Wat was dat? Dat was toch niet een rots? We zitten midden in de oceaan, jongens. Selena weet het ook niet. Ze zegt, ik denk dat de stroom is uitgevallen. Hij is niet zo leuk. Oh nee. We moeten de stroom gewoon maar eventjes aanzetten. Hier zo, in de kelder. Oh, oké. Nou, dat is prima. Aangezien we gewoon midden in de zee zitten, is het toch niet zo dat er een monster ineens hier tevoorschijn komt. Toch? Toch? Hallo, ik probeer hem open te doen. Wat? De puntje. Nee! Eeuw, wat een creepy monster. Oh, wat creepy. Ik vind hem echt heel erg eng. Oké. Eén ding wat ik wel weet en wat ik inmiddels heb geleerd is dat je niet moet proberen om het monster te slaan met je knuppel. Je moet gewoon van hem wegblijven. Hij komt er achter me aan. Nee, jongens, help me. Hier, pak hem maar eventjes van mij aan. Ja, goed. Fijn. Nee, hij komt echt achter me aan. Dat vind ik niet leuk. Oké. Hij maakt echt super enge geluiden, maar het gaat wel goed komen, jongens. Nog heel eventjes zo uit zijn weg blijven. Oh, volgens mij is hij nu weg. Oh nee, iemand heeft hem niet gehaald. Oh, ik zeg jongens, we moeten hier absoluut van het schip af. Weet je wat, dat vind ik een goed idee van mezelf. Help, zegt Selena. Oh nee, zij is gewoon van het schip afgegaan. Wat? Oh, iemand is gewoon de zee ingesprongen. Super zielig. Nou, hij was te enthousiast. Nee, maar we moeten gewoon even hier naartoe. Hi Selena, maak je geen zorgen. We komen je redden. Ook al weten we niet wat we moeten doen, maar we zijn er gewoon. Ik vind wel een beetje typisch hoor. Dat ze in een reddingsbootje gaan staan terwijl wij dat monster wilden afvechten. Selena zegt, ja, en nu zijn we dus helemaal in the middle of nowhere. Oké, laten we wel eventjes hopen dat we in ieder geval op tijd gered worden voor de show. Wie denkt er nu op dit moment aan de show? Nou, het is best wel laat. Gelukkig heb ik mijn hamburger, of cheeseburger bedoel ik, nooit opgegeten. Nou kan ik een hapje nemen. Iemand ook? Niemand? Nee, hij is al op. Jammer. Misschien moeten we gaan slapen, dan vindt iemand ons wel in de ochtend. Ja, laten we dat maar doen, want het is wel echt super donker. Oh, het is ochtend. En... Lady Squeaks 12 zegt... Kijk, het is een helikopter. Ik wist het. Ik wist dat we gered zouden worden. Ja, we zijn met Selena. Dus als zij gekidnapt wordt, dan gaat iedereen natuurlijk zoeken. Oh my god, zegt de piloot. Is dat Selena? Oké, we gaan jullie meteen redden en naar huis brengen. Ik weet niet waarom de piloot zo klinkt, maar oké. Yes, we zijn weer thuis. Oh, nou niet helemaal thuis. Mama? Oh jeetje, wat ga ik tegen mijn moeder zeggen zo meteen? Alles voor jou, Selena. Ik ben je allergrootste fan, zegt de piloot. En ik zeg, we hebben op dit moment een concert. Kan je ons gewoon daar eventjes heen brengen? Het is alweer de volgende ochtend. Het is niet dat de honderdduizenden mensen die op dat concert staan te wachten denken van... Jongens, we gaan even slapen, want Selena komt vast morgenochtend. Maar goed, blijkbaar kan alles gewoon in de Roblox-wereld. Dus it's okay. Oh, deze politieman zegt... Nee, sorry jongens. Het hek is nu gesloten. Selena zegt... Ja, nou dat is een beetje dom, want wij moeten hier gaan optreden. En het politieman zegt... ja, heel grappig Selena, maar iemand heeft al ingecheckt. Dus ga weg. Huh? Hoe dan? Wacht even jongens. Dan is iemand mij aan het nadoen. Oh nee, oh nee, oh nee. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, want dat kan geen goed persoon zijn. En ik zeg, maar maak je geen zorgen. We kennen wel een geheime weg erin. Kom, laten we op zoek gaan naar deze neppe man. En waarom zeg ik ook neppe man? Misschien is het ook wel een vrouw. Het is echt een vrouw. Wow. Ja, zo, dat lijkt echt heel erg op Selena. Er staat imposter. Je bent een imposter. Je bent een neppe Selena. Ja, je bent ook 80 keer zo groot. Haha, jullie kunnen me toch niet stoppen. Wauw, deze nep Selena, die heeft echt een heel erg raar snorretje, zoals jullie kunnen zien hier zo. Ik ga jullie helemaal kapot maken, zodat niemand hierachter gaat komen. Oké. Oh jeetje, hoe moeten we haar verslaan? Nou, ik pak mijn knuppel erbij. Ik weet niet wat ik met die knuppel moet doen. Oh nee, 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 nee. Niet weer zo'n boss fight. Oh, dan moeten we hier waarschijnlijk op gaan staan. En ervoor zorgen dat ik niet geraakt word door geel lava. Oké. Dat meisje die heeft het niet helemaal overleefd. Super zielig. Maar no worries. Ik ga je knieën slaan. Wee! Oké, volgens mij moeten we maar gewoon eventjes snel wegrennen. Oh jeetje, oh jeetje. Niet gepakt worden door deze rode ballen. En hupsakee. Oké, we wachten weer eventjes totdat dit gele lava weg is. Ik vind het wel super, super fijn. Want eindelijk ben ik eens een keertje niet helemaal in mijn eentje. Dus dan kunnen we andere mensen ook gewoon lekker meeknuppelen. En het gaat een stuk sneller zo. Oké. Nee! Wow! Dat is niet goed! Dat is niet goed! Ik werd geteleporteerd en toen stond ik helemaal vast! Dat is echt zo ontzettend oneerlijk. We moeten daarom dus wel echt op tijd weer weg zijn. Dus ik knuppel eventjes en dan ga ik weg. Oké, let's go. Ik ren. We zijn één andere speler armer, jongens. Dat is echt heel erg zielig. Maar dit meisje doet het wel goed. Oké. Gaat het ons lukken? Is dit de allerlaatste keer? Als zij gewoon eventjes goed slaat. Zo, hupsakee. Oké, zij is weer weg. Oeh, jongens. Ik vind het echt heel erg spannend en heel eng. Maar we can do it. Oké, ik ga hier staan. Dan sta ik lekker dichtbij. Hoef ik niet zo ver te lopen zo meteen. Ja, het geel is weg. Let's go. We gaan je verslaan, imposter Selena. Wee. Oké, ik ben nu wel in mijn eentje. Dat andere meisje die heeft zoiets van, ik geef het op. Maar no worries. Yes. Haha, ik heb je heel klein gemaakt. Oh, wauw. Het ziet er echt heel erg raar uit. Ook weer met die snor. Oké. Het spijt me. Ik wilde gewoon echt heel erg graag beroemd zijn. Ik heb niemand ooit pijn willen doen. Ik wilde gewoon een ster zijn. Ja. Ik geloof er helemaal niks van, want zojuist heeft ze echt heel veel bommen op ons gegooid. Maar het is echt niet juist om iemand zomaar na te doen, zeg ik. Ja, maar kan ik dan op zijn minst gewoon met jullie de show in, zodat ik me een beetje beroemd kan voelen? Zeg ik. Ik weet niet. Wat vind jij? Ik denk het niet, hoor. We moeten daar gewoon eventjes op stemmen. Wat denken jullie allemaal? Ben ik de enige of is er nog dat andere meisje? Arresteer haar of laat haar meegaan. Nee, ik ga haar arresteren. Ik denk niet dat het een goede keuze is om haar mee de show te laten doen. Gelukkig hebben we politiemannen. Oh, we staan weer op het podium. En met we bedoel ik en Selena. That's it. En ik kan niet bewegen, dat lukt niet. Maar weet je wat ik wel kan doen? Met mijn knuppel slaan. Woe! Kijk. Oh, ik ga helemaal bekend worden om mijn knuppel. Ja, superleuk. Nou, de show is afgelopen. Selena heeft letterlijk niks gedaan. En ik heb alleen maar dit gedaan. Dus dat was echt weer een succesvolle show. En dat was het dan! Wee! Oké. Het ziet eruit dat ik wel de juiste keuze heb gemaakt. En dat was geweldig. En nu sta ik weer op de rode loper. Oh, wat een mooi einde, jongens. Kijk, ik ben beroemd en al deze fans die hebben zoiets van... Oh my goodness, ik wil met je op de foto. Wauw, super geweldig. Nou, ik vond het echt een heel erg leuk verhaal. En ik voel me eigenlijk toch stiekem ook wel een klein beetje beroemd. Dus wat mij betreft, helemaal hartstikke geslaagd. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wie is jouw favoriete celeb of BN'er? Laat het me eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!